over medisch specialistenzorg en ziekenhuiszorg. Onze voorzitter, normaal gesproken die het zou doen, die is afwezig. Ik heb verzoek gekregen om vandaag de voorzittershamer te hanteren, maar neem zelf ook deel aan het debat. Dus ik heb een beetje een dubbele functie, maar zal het mijn best doen om het een goede baan te leiden. En als mijn collega's een beetje vriendelijk voor me zijn, dan lukt dat. En als ze niet vriendelijk voor me zijn, dan druip ik huilend af naar huis. Maar laten we dat zien te voorkomen. En we zijn 5 minuten later begonnen, of 3 minuten, omdat het debat hiervoor, dat ging erg precies door tot 2 uur. En soms moeten ook even de glazen gewisseld worden, de bordjes en meer van dat al. Maar ik denk dat wij gewoon kunnen beginnen. Ik heet welkom de minister voor Medische Zorg. En wat mij betreft beginnen wij met 6 minuten spreektijd. Ja, mevrouw Aagmeijs, is er helemaal klaar voor? Ja, oké. Okay. 6 minuten spreektijd per fractie. Ik zou zeggen 2 interrupties per fractie en dat dan in 2 maximaal. En laten we snel beginnen, want anders zitten we krap in de tijd. Daar gaat het niet om. De heer Raamakers gaat vervolgens. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn derde en laatste onderwerp, dat gaat over jongvolwassenen en kanker. Het Nationaal Platform AYA, dat staat voor adolescenten en jongvolwassenen, heeft ons onlangs een petitie aangeboden over kankerzorg voor jongvolwassenen. En dat was de eerste keer dat ik hier in de Statenpassage stond en dat ik zelf dacht bij een petitie, het gaat ook over mij. Maar het gaat over veel meer mensen, want jaarlijks krijgen 2700 jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar kanker. En veel van die jonge mensen die ervaren de hulp bij leeftijdsgebonden problemen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over studie, werk, seksualiteit, wonen, maar ook het stichten van een gezin. Maar ook de begeleiding bij de directe zorg zelf, dat ervaren ze als ontoereikend. En ik ben heel blij dat de minister in zijn brief ook allerlei subsidiemogelijkheden noemt. Maar ik heb even navraag gedaan en bij het platform. AYA Zorg is niet alleen medisch-technisch, het is breder, het kijkt naar de totale persoon. Maar deze zorg is ook zorg en ook weer geen patiëntenorganisatie, omdat ze de zorg leveren. En ik hoor van het platform dat zij eigenlijk met de brief van de minister niet uit de voeten kunnen. Dat dat geen oplossing biedt. En daarom tot slot, voorzitter, mijn suggestie. Wij hebben op dit moment een pilot lopen voor psychosociale zorg na kanker. Daar is ook best wel fors budget voor gevoeteerd. Maar we meten inmiddels dat het aantal aanmeldingen daar heel erg achter blijft. En zouden wij niet uit dat potje voor psychosociale zorg na kanker, een klein deel, meer is echt niet nodig, zouden we dat niet kunnen gebruiken om die AYA-zorg verder te faciliteren en aan te jagen? Want als we jonge mensen met kanker nu niet goed en integraal helpen, dan komen de problemen later vanzelf terug, vooral op dat psychosociale gebied. Dus voorkomen is beter dan genezen. Dank u wel. Aan de orde. Het VAO medische, medisch specialistische zorg, ziekenhuiszorg. We hebben 10 sprekers. Ik heet de minister voor medische zorg van harte welkom. De heer Raamakers namens D66. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het gisteren in het debat over 3 zaken gehad. Allereerst hebben wij als D66 onze zorgen uitgesproken over de aanrijtijden in Urk. Als het gaat over de acute verloskunde. Er zijn ook zorgen over de verloskunde in de rest van het land. En wij hebben graag meer informatie daarover van de minister. En we vinden echt dat dat beter moet. In de tweede plaats heb ik aandacht gevraagd voor de juiste zorg op de juiste plaats. En met name de vraag hoe we de ziekenhuizen ook gaan meenemen en wat daarin dan de visie van de minister is. We hebben maandag erover ook een ronde tafel. Dus nu daarover geen motie, maar dat is wel voor D66 een heel belangrijk thema de komende jaren. En tot slot, voorzitter, heb ik het gehad over jongvolwassenen en kanker. En daar wil ik graag de volgende motie over indienen. De Kamer, gehoord de beraadslaging. Constaterende dat jaarlijks 2700 jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar kanker krijgen. Overwegende dat er op dit moment vaak geen passende integrale behandeling is die ook rekening houdt met specifieke leeftijdsgebonden problemen van deze jongvolwassenen. Overwegende dat er een nationaal AYA-platform voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker is opgezet, waarbij in universitaire en algemene ziekenhuizen nu projecten draaien waarbij zorg en psychosociale ondersteuning succesvol worden gecombineerd, maar dat structurele financiering en facilitering binnen de ziekenhuizen nog onzeker is. Overwegende dat dit een bijzondere zorginnovatie is, die jongvolwassenen met kanker kan helpen hun leven op de rails te houden en zo zorgkosten later kan voorkomen. Roept de minister op om met het AYA-platform in gesprek te gaan
over de bestaande knelpunten en te zoeken naar mogelijkheden voor structurele oplossingen en de Kamer daar voor het zomerreces van 2019 over te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel, mevrouw Dik. 207. Raammakers over in gesprek gaan met het AYA-platform. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Volgende Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 200.